Eens was dit de grootste grensovergang in heel Europa. Grenspost Berg Autobaan, in de volksmond de grens bij Arnhem. Sinds het opheffen van de Europese binnengrenzen in 1993... is het douanekantoor hier aan de Duitse kant overwoekerd geraakt. Het Nederlandse kantoor is er überhaupt niet meer. Het weren van onheil aan de grens. Hoe deed je dat? En had het wel zin? De velddienst, daar begon je mee. Dat was, ja. Patrouilleren, ja, surveilleren. Ja, want je van douanewerk wist je natuurlijk niks. Je kreeg ook een opleiding. Ja. Je moest naar de... Wij moesten in de tijd 1 keer per maand kregen we les. In dit bij de grens gelegen jeugdhotel Die Hoge Hoenderberg komen ieder voor- en najaar verscheidene tientallen nieuwelingen bij de douane een paar weken bij elkaar op een oriëntatiecursus. Het zijn jongelui die zich pas naar aanleiding van de wervingsacties van het Rijk hebben aangemeld en als hulpcommies aan de grens zijn aangesteld. De douane heeft ieder jaar weer sportieve jonge mensen nodig. Nou, kijk, ze kijken er mooi tegenaan tegen de douane, maar ons hele leven, mijn hele leven bestond in de eerste jaren bij de douane niks anders dan fietsen en te voet. Kilometers te voet, kilometers fietsen. We fietsen 40, 50 kilometer op een dag. En ook in de winter. Nadat op het douanekantoor het plan de campagne is opgesteld, trekken ze erop uit, voorzien van een nachtuitrusting. Het douanewerk is nodig, helaas hard nodig. Hoe hard beseffen we pas als we weten dat maandelijks voor honderdduizenden aan deviezen en kostbare goederen ons land verlaten. De smokkelaars mogen handig zijn, de douaniers zijn ook niet van gisteren. We hebben een keer een lijk gevonden, hè, aan de grens. Toen hebben we gezegd, weet je wat we doen? We hangen daar terug, want het was een Duitser. Hè? Dus we hebben daar terug bij de Duitsers op de grond neergelegd. Dat lijk? Dat lijk. En toen kwamen de Duitsers met de patrouille en die zeiden ze, god, maar daar ligt dat schon wieder daar. Hè? Ze hadden hem zelf al eerder terug. Maar zo nou, maar op, de Rijn, maken, toch? Op de Rijn gebeurde dat regelmatig. Hè? De ja. Rijn, daar spoelden we lijken aan, die ja, dreven. Ja. En als het op een Nederlandse kant kwam, er waren lijken die over het algemeen vaak lang in het water hadden gelegen. Ja. En er was niemand happig op, ook de brandweer van Lobit. Heb je geen zin om daarmee te dealen. En dan deden ze vaak met de pikhaak op de kleding en dan sleepten ze hem met de boot naar richting naar de Duitse... andere kant van de Rijn, op Duits gebied, en lieten ze hem daar liggen. Vlak bij grensovergang Berg-Autoweg ligt een andere grens. Geen groene, maar een natte grens, gevormd door de Rijn. Water, water en nog eens water. Waar water is, zijn schepen. En waar schepen grenzen passeren, moet tol geheven worden. Bij tolkamer. In dit huis der douane moeten de schippers hun papieren voor in- en uitvoer laten controleren en hun tol betalen. Dit was het oude douanekantoor van vroeger, waar de schepen ingeklaard werden. De papieren nagekeken werden, afgestempeld. En dan kregen de schippers de papieren weer terug en dan konden ze de vaart verder zetten naar hun eindbestemming. Het zee Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen of maakt niet uit waar naartoe. En hoe lang duurde dat inklaren? Nou, als je dus een snelle lading had, om zo te zeggen, zand of grind, dat duurde dan een half uurtje. Was dat moeilijke lading dat er veel gestempeld moest worden, dan kon het wel eens een paar uur duren. Het dorp Tolkamer is dan nog economisch vrijwel helemaal afhankelijk van de grens. Schippers die lang moeten wachten op hun papieren, duiken een van de vele cafés van Tolkamer in. De schippersvrouwen doen intussen boodschappen. Bijvoorbeeld bij de ouders van Henk Gerritsen. Dus die zijn in 1938 begonnen en dan kijk je precies tegenaan, tegen het witte gebouw daar. Zie, dan gaan we hier linksaf naar de douanekantoor. Dat is de slagerij, de koe die verraden daar. Dat was de winkel van uw ouders? Ja, links was de winkel van mijn ouders en waar die koetjekop staat, was de slagerij. Die hebben we er later dan bijgetrokken zeg maar, toen ze die verkochten. En ja, en daar was op dat pleintje een café, een VG-winkel hier. Daar waar de VVV nou was, was de bakkerij Lutjeshuis, een hele gerenommeerde bakkerij. Hier zat café Jansen, hier zat Elfring, daar zat Elfring, op je hoek was een Elfring. Dus ja. Een drukke boel. Dat was een heel drukke boel, ja.
alles leefde dus een beetje van de douane, marché en al die winkels, dat hele winkelbestand en die kroegen, toen maar. Er werden ook koffie gesmokkeld, vrachtwagens vol. Het koffie is hartstikke duur in Duitsland. Daar hebben we ook een keer achtervolging gehad, een hele wagen vol met koffie. Dus dat was gewoon een sport, hè? Ja, ik heb koffie gesmokkeld. Dat was kleinigheid, maar als je dan naar Duitsland had, was het veel geld. Dan nam ik soms wel 50 pakken koffie mee. Eén keer hebben ze mij te pakken gehad. Toen moest ik 25 gulden betalen, de koffie in beslag genomen. En dan hebben ze mij echt een paar uur laten zitten. Dat waren echt hele strenge mensen. Dat was echt niet leuk meer. De Hollandse douane, die waren nog menselijk. Maar die waren niet menselijk meer. Sommigen, niet allemaal, maar de meeste wel. Hoe uitte zich dat? Nou, met hier, steen blijven. De laatste maanden worden vooral de Nederlandse auto's die de Duitse grens passeren steeds intensiever onderzocht op hash en heroïne. De hash- en heroïnehandel concentreert zich vooral in en rondom Frankfurt. Daar namelijk zijn Amerikaanse legerkampen waar de vraag naar soft en hard drugs nog steeds zeer groot is. Dat weten ook de drughandelaren en zij proberen steeds grotere hoeveelheden drugs Duitsland binnen te smokkelen. Ik kan me goed herinneren, Amerikaanse militairen. Vier van die bonken in die auto. Nou, die hebben het dan maar even laten gaan. Want, ja. Nou, die hebben de Duitsers gewaarschuwd. Die hebben ze opgepakt aan de autobahn. Ja, dat was een beetje te licht. We zijn met twee mannen. We hadden toen nog geen verbinding. Toch, Willem? Nee, we hadden geen verbinding. Nou, nee, alleen wat je hebt is een pistooltje en de pistooltje nog hier. Ja, dat waren dan vier van die bonken. Nou, en daar zit misschien wel dove middel in. En die zijn iets sterker dan wij, denk ik. Hè? Rondom Elten was allemaal bekend, tot in Zuid-Duitsland aan toe. Ook bij de Amerikaanse militairen. Er lag in Elten lag ook een hele afdeling van de Amerikaanse douane. Ja. En de Amerikaanse militaire politie, die waren daar gestationeerd. En die kwamen die lui dan ophalen. Ja. Nou, als je dat dan zag, dan ging het Amerikaans toe. Hè? Ja, dat ging echt Amerikaans toe. Dan heb ik wel eens gedacht, wat zijn wij vriendelijk. Ja. Ja. Die sloegen ze eerst in elkaar en dan vroegen ze hoe ze heten. Ja. Ja. Dat is echt... We hebben veel van geleerd hoe je iemand aan moet houden. Dat ging hard op hard, die Amerikanen. Bananen, ja. Nee, ze zijn ook lekker hoor. Ja, de druiven zijn heerlijk op het moment. Ja, volop in mooie grote trossen. Henk Gerritsen heeft intussen de winkel van zijn ouders overgenomen. Hij verplaatst de zaak vanuit het dorp naar het water. Hun bestellen en dan zeggen ze, we zijn dan en dan zijn we er. En hoe gaat dat dan? Nou, ze komen of op stijgen met het schip. Meer eens even aan en dan staat alles klaar en dan is het gewoon overzetten. Of het gaat met het oliebootje mee en dan wordt het naar het schip gebracht. Verse dagmelk, ja, oh, dat had je bijna vergeten. En verse brood van onze eigen bakker, prima. Fijn bedankt en een goede reis. Tot ziens. Dag hoor. En van tevoren sturen ze deze lijst? Sturen ze mijn lijst door en dan doe ik het in kisten. En dan pakken we het in een grote container. En dan wordt het dus aan boord bezorgd met de bunkerboot van hiernaast. En dat is dag die, en nacht. Dat is die lijst? Dat is die lijst, ja. Er komt nog eentje achteraan ook dus. Er is een regenbestelling tussen de 800 en 2000 euro. U gaat winkelen? Ja, ik ga winkelen. Gaat u altijd naar deze winkel? Ja, als we hier langskomen wel, ja. En niet naar een gewone supermarkt? Ook wel als we daar tijd voor hebben, maar dit is ook makkelijk, hè. Dan hebben we zo, en wij hebben geen auto, dus dat is voor ons wel makkelijk. Heeft u hier ook gevaren toen de grens er nog was? Ja. Hoe lang moest je dan wachten? Nou, dan hadden we hier wel een paar uur werk als aan de grens. Want dan had je hier en in Emmerich, dan moest je een hele tijd wachten. Tot de papieren klaar waren en dat je weer kon gaan varen, zeg maar. En dan ging u ondertussen boodschappen doen? Ja. Ja, hier in Emmerich. Meestal, ja. En uw man naar de kroeg? Ja, nou soms, ja. Het werk van de douaniers aan de grens wordt steeds drukker en gevaarlijker. Ondertussen wordt een oud ideaal van stal gehaald. Het opheffen van de Europese binnengrenzen. Het wordt nieuw leven ingeblazen. Niet door de politiek, maar door het bedrijfsleven. Minister Dekker, ik denk dat we u zonder overdrijving een van de architecten van het Europa zonder grenzen mogen noemen. Kunt u iets vertellen hoe dat idee nou eigenlijk is ontstaan?
In 1985, januari 1985, heb ik in Brussel een door Philips samengesteld rapport aangeboden. En de bedoeling van dat rapport was om duidelijk aan te tonen de noodzaak en het absolute belang van een homogene, één grote Europese markt voor de Europese onderneming, welke onderneming dan ook. Als u bijvoorbeeld vergelijkt Europa met twee andere grote blokken in de wereld, Japan en de Verenigde Staten, dan heb je in de Verenigde Staten heb je dus geen allerlei binnengrenzen. Je hebt één munteenheid, je hebt één standaard. Als je een televisie, om maar bij mijn vak te blijven, een televisie verscheept van het noorden van de Verenigde Staten naar het zuiden van de Verenigde Staten, hoef je niet met verschillende pluggen te zitten, geen verschillende standaarden. Dat zijn allemaal voordelen. En als wij diezelfde voordelen niet hebben in Europa, dan gaan we heel snel achteruit in onze concurrentiepositie. Het was 's nachts, 3 uur, pikkendonker. En op een zeker moment komt er een auto de dijk op rijden. En dan gaat halverwege het licht uit. Nou, dan grijpen we in, hè. Dan staan we klaar. En, Hij stopte netjes. En het vreemde was dat er een chauffeur zat en de bijrijder zat op de achterbank. En we hadden ondertussen bij de aanhouder toch gehoord dat er iets open werd geschoven. Een raam of een deur werd geklapt. Een klap, een kamer, en, dak los. En bleek achteraf het dak opengeschoven te zijn. En uit het dak hebben ze al die 25 kilo over straat neergegooid. En wij konden dus niet bewijzen dat we iets gevonden hadden. Hè? Dus ja, er was niks gezien. Tot op een gegeven moment ben ik achter die auto gaan kijken en doorgelopen. En ik denk, wat ligt dat er allemaal? Allemaal van die plakken hasjes. 25 kilo bleek achteraf. Nou, dat was de grootste vang die we ooit hebben gehad. Nou zijn er mensen die zeggen, die grenzen die moesten maar eens terugkomen. O jee. Nou, voor mij hoeft dat niet hoor. Nee. Nee, de lange wachten en zo iedere keer. Nee. Ik vind het ideale eigenlijk wat dat betreft. Ja. Zou u het een goed idee vinden als de grenzen weer terugkomen? Ja, persoonlijk voor onze handel natuurlijk wel. Maar die komen niet meer terug. Dat is gewoon een kinderdroom bewijzen van. Dat draaien ze nooit meer terug. Dat zie ik niet zitten.